Ik ben dokter Barbara de Wilde. Ik ben kinderarts en leg je graag uit hoe je de neus kan spoelen met behulp van een neuskan. Er zijn verschillende types neuskannen op de markt. We tonen je twee vaak gebruikte neuskannen. Om de neus te spoelen heb je fysiologisch water nodig. En dit kan je zelf eenvoudig bereiden met lauwwarm kraantjeswater en keukenzout. Iedere neuskan heeft een bijgeleverde maatlepel. Je vult de neuskan in dit geval tot aan de markeringslijn voor een volle of tot deze markeringslijn voor een halve neuskan. Zo. Dan neem je keukenzout. En ook op de maatlepel zie je twee markeringslijnen voor een halve en een volle kan. Je voegt het zout toe, mengt goed en deze neuskan is klaar voor gebruik. Dit type neuskan heeft geen markeringslijn, die vul je gewoon tot de rand en de bijgeleverde maatlepel toont je hoeveel zout je kan gebruiken. Nu is ook deze kan klaar voor gebruik. Snuit de neus voor gespoeld. Laat je kind plaatsnemen aan een lavabo en vooroverbuigen. Draai het hoofd van je kind naar links. Neem het kannetje in de linkerhand en plaats de tuit bij het linker neusgat. Hef het kannetje een beetje omhoog. Het spoelmiddel loopt in het linker neusgat en uit het rechter neusgat. Gebruik ongeveer de helft van het water. Snuit zachtjes de neus. Buig het hoofd naar rechts en herbegin met de rest van het spoelwater. Tot slot geef ik je nog mee hoe je de neuskan moet reinigen. Na elk gebruik reinig je de neuskan met warm water en afwasmiddel. Spoel grondig na en laat drogen aan de lucht. Eén keer per week ontsmet je de neuskan door ze gedurende 5 minuutjes in water te koken. De neuskan mag ook in de vaatwas op 70 graden.